Het wordt een verre inworp. Van den Berg. Hier komt die verre inworp. Bal gaat ook ver, Frans verlengt. Bal heeft daar steken en dan het doelpunt. Nee, op de lat. Niet het doelpunt van Joren Dom. Waar hij hem ontsnapt. Hier komt hij. Frans verlengt, de bal heeft daar wat steken. En dan Dom raakt die bal niet goed. Dom verlengt de bal. Uiteindelijk via de bocht bij Holshouser. Die heeft even ruimte, opletten. Rafael Holshouser gaat misschien trappen. Nee, toch nog afleggen voor Bourdin. Hier de voorzet naar de tweede paal, maar die is te hard. Daar komt Dom voor de Smet. Meteen terug voorbij, een goede voorzet. En dan wordt die bal niet goed geraakt door Koulibaly. Tweede kans van de wedstrijd. Tweede keer voor Beerschot. En weer zit Dom ertussen. Deze bal was te hard. Maar dan was Dom sneller dan de Smet. Meteen voorbrengen. Koulibaly vrij. Man bij Wostien. Dan een treintje bij Beerschot. Hier komt die hoekschop. Goed gegeven. Verlengd aan de eerste paal. Maar de kopbal van Bourdin gaat over het doel. Hij loopt zich vast. En daar dus Pietermaat. Pietermaat op Holshouser. Heeft even de ruimte. Holshouser trappen. Lage schuiver. Een beetje gekraakt schot. En hij kijkt meteen naar het veld. Bruno met het hakje. Govea, maar daar weer Pietermaat. En nu even de ruimte voor Bourdin. Holshouser, Suzuki in de box. Sanusi aannemen en trappen. Sanusi, redding van Bostien. De eerste echte redding die hij moet verrichten. En als we die kopbal van Frans in meerekenen, waar Frans buiten spel stond. Maar weer Pietermaat die ertussen zat, die het goed deed. Sanusi zocht de verse hoek, maar open zijn voet niet voldoende. Hier komt hij, de vrije trap van Holshouser. Goed aangesneden. En daar de kopbal en de goal voor Beerschot. Weer op een vrije trap. Prachtige bal van Holshouser. En hier de 0-1. Die verdiend is. De kansen waren voor Beerschot in deze wedstrijd. Nu is het Van den Berg die hem maakte. Hier die goede vrije trap. Goed aangesneden weer. En daar wint Van den Berg het kopbal. Duel. Van de schacht. Hij kopt hem binnen. De schacht laat hem los. Van den Berg maakt zijn tweede van het seizoen. Hier Van den Berg. Holshouser verlengt. Opletten daar in de voeten van Dom. Koulibaly. Een prachtig balletje van Koulibaly. Dom. Dom brengt hem terug voor. En dan zit Humphries er half naast. Hoekschop voor Weerschot. Govea vindt Colassin. Colassin proberen. En recht op Van Hamel. Eindelijk eens een schot tussen de palen van Zultewaargem. Van Antoine Colassin. Hier weer die goede loopactie van Colassin. Hier komt hij. Goede bal. En de kopbal en de 0-2. En eindelijk is daar het eerste doelpunt op hoekschop. En het is Joren Dom die hem maakt. En hij verdient die goal voor zijn wedstrijd. 0-2 voor Beerschot. Een vreugde op de bank. En assist nummer 2 voor Holshouser. Prachtige hoekschop. Daar is Dom. Losgelaten door Starfi. Joren Dom komt hem knap binnen. Klopt Bostien. Kijk, te losgelaten. Maar echte kansen. Nee, die hebben ze niet gehad. Bruno. Ook hij vandaag te weinig gezien in vergelijking met al die wedstrijden ervoor. Dompé. Dompé brengt hem nog maar eens. Dan de halve omhaal, de save van Hamel. De halve omhaal van Mark. Mark, bal kwijt aan Sanusi, Tissoudali. Glijdt uit, blijft wel op de been. Uiteindelijk dan toch de bal. En dan gaat hij neer en de strafschop. De strafschop nog voor Zultewaargem. Wat zeg ik voor Beerschot na deze actie van Tissoudali. Dan zag je even zijn talent. Hier gleed hij uit bij zijn kap. Bleef wel in balbezit, snel recht. En dan wordt hij gehaakt. Hier. Die snel recht. En dan weet ik niet of er echt iets aan is. Valt hij over zijn eigen benen, glijdt hij uit. Dierik aan het luisteren. Krijgen we strafschop of niet?
de VAR. Moet het daarna checken. Drie minuten krijgen, want er is er nog wel bij. Hier de penalty voor Beerschot met Pichinenko. En die knalt hem binnen. Holzhauser is van het veld, heeft de twee laatste gemist. En Pichinenko zet de strafschop om. Blijft rustig.